Cyril, wat een slot. Hoe lekker voelde deze goal? Ja, heel lekker. Ik denk dat de ontlading wel te zien was. Niet alleen bij mij, maar ja, ook bij het hele team eigenlijk. Mooi tafereel, zal ik het zo zeggen. En hoe was het om, om dat moment met het volle uitvak te vieren? Ja, was ook mooi. Ja, ik liep al naar de andere kant. Ik wist nog snel dat ik die kant op moest. En ja, als je daar dan met het hele team inderdaad kan vieren, dan is dat wel een heel mooi moment. Ja, het was een stroeve wedstrijd. Hoe kwam dat volgens jou? Ja, super stroef. Ja, ik denk dat Sparta echt gewoon alleen maar het veld op is gekomen om Feyenoord het voetballen onmogelijk te maken. Ook heel veel lange ballen, duels, ellebogen. Het was, ja, op dat vlak hebben ze er echt een derby van gemaakt. We hebben geprobeerd ons spel er tegenover te zetten, maar dat was niet zo makkelijk, omdat ze het ook heel moeilijk maakten voor ons. En als je dan toch nog zo kan winnen op het einde, dan is dat wel heel lekker. En het stond natuurlijk aanvankelijk gelijk in de rust. Wat is de boodschap op dat moment van de trainer? Ik was er niet bij in de rust. De bankzitters die gaan even plassen en dan moeten die op het veld zijn. Dus ik heb geen idee wat er toen gezegd is. Ja, zoals je zegt, je kwam in. Je kwam om iets te forceren. Geloof houden tot de laatste seconde. Is dat te doen? Ja, als spits zeker toch. Ik zei het, ja, je valt dan in. En ja, het was niet simpel, want ze waren vrij dominant in de duels en heel hard eigenlijk. En ik heb eigenlijk heel weinig ballen geraakt. En als het een bal was, dan was het in het duel tussenin vechten. En dan, ja, dan hoop je toch dat die ene bal nog goed valt. En hij viel voor mijn voeten. En ik denk dat ik hem goed pak. Ja, het veld was onderwerp van discussie. Heeft het spel beïnvloed, denk jij? Nee, dat denk ik niet. Ja, het is kunstgras. Het is geen topveld, zeg maar. Maar Dat mag geen issue zijn of geen item zijn voor ons. Wij hebben hier gewoon een duidelijk plan, duidelijke missie ook om hier gewoon te winnen. En dan moeten we niet naar die randzaken kijken. Nee, komende week de hele belangrijke tegen Berlijn. Extra fijn om daar naartoe te leven na deze ontknoping? Ja, nee, dit moeten we wel als een positieve boost zien. En hopelijk kunnen we dat ook zo gebruiken. Want die zijn we toch wel terug een kleine reeks aan het neerzetten. Dat moeten we gewoon vasthouden. En hopelijk kunnen we daar in Berlijn ook een gevolg aan geven. Ja, en de feestmuziek komt nog even uit de kleedkamer. Gaat het feestje nog even door? Ja, laten we hopen van wel.